lekker aan het werk thuis. En in één keer kwam Storm Polly even langs. Waar op een gegeven moment, ik dacht, wat hoor ik? Ik heb een hele mooie overkapping achterom. Daar is de wind ondergekomen en die is echt compleet over het huis getild. De platen die lagen opeens allemaal op straat, maar de overkapping lag nog op het dak. En ik had zoiets met die basisscholen hier en alle kinderen die hier wonen, die moet eraf. De brandweer gebeld, nou 3 minuten later waren ze hier. Toen hebben ze met zoveel man zo fijn alles van het dak afgehaald. Dus nu is alles wel veilig hier. Weet je ongeveer wat de schade is al? Idee? Nee, ja, dit is niet, het is de overkapping van de huurbaas geweest. Dus ik weet niet, maar ik denk wel, het was een mooi nieuw ding. Enkele duizenden euro? Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Helaas heeft de brute kracht van Storm Polly de eens zo stevige overkapping volledig verwoest. Ook in Heerlen moest de brandweer in actie komen. Op de Kloosterkunstweg kwamen grote takken op de weg terecht, waardoor de situatie gevaarlijk werd voor weggebruikers. Met behulp van een hoogwerker hebben brandweerlieden nog loshangende en gevaarlijk overhangende takken afgezaagd en verwijderd. Helaas moest de Kloosterkunstweg tijdelijk worden afgesloten als gevolg van deze opruimwerkzaamheden.